Goedemorgen, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karine van Blondie Beauty Fashion en ik zou het geweldig vinden als je deze video leuk vindt dat je even abonneert er op de rode abonneerknop te drukken hieronder of aan het eind van het filmpje. Dat is voor mij de technische mededelingen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gisteren was echt een verschrikkelijke dag. Iedereen heeft weer heel veel gehuild, heel slecht gedronken. Het was allemaal weer heel erg lastig. Ik ga daar ook nog wel meer over vertellen, weer eventjes ergens op een rustig moment. Maar nu ga ik me even aankleden en ik hoop dat Eden zo wakker wordt, dan ga ik haar voeden. Want ik krijg zo meteen kraamvisite en dat zijn meiden van de zwangerschapsclub. Die komen een beetje in teams van twee over het algemeen langs. Maar deze twee hebben ook alweer allebei twee kinderen. En die nemen ze ook allebei mee, dus het wordt één grote kinderfestijn. Het wordt heel lekker weer vandaag, 20 graden en zon. Dus ja, dat is fijn. Ik heb het huis een beetje aan kant gemaakt. En nu nog even mezelf aan kant maken. En dan komen ze, dat ga ik niet filmen uiteraard. Want het zijn allemaal als kinderen, dat vind ik altijd een beetje lastig. Zeker omdat ik mijn eigen kind natuurlijk ook niet in beeld breng, herkenbaar. Ik hoop dat het vandaag een betere dag wordt dan gisteren. Laten we daar maar op houden. En ik neem jullie weer mee dit weekend. Dit weekend hebben we verder volgens mij morgen nog een keer kraamvisite. Volgens mij hebben we verder niet zo heel veel te doen, dacht ik. Ons doel is vooral om rustigheid regelmatig te creëren voor de kleine prinses. Ik ben heel erg in twijfel of ik moet blijven borstvoeden of niet. Maar de knoop ga ik pas dinsdag doorhakken als we weer naar het massagebureau zijn geweest. Ik moet het dinsdag weer. Maar goed, daar vertel ik later allemaal over. Voor nu tijd om mezelf aan te kleden en Elin te gaan voeden als ze wakker is. Dus Niels zit even voor de Paw Patrol. Ik dacht dat ik er even snel het huis aan kan maken. Gisteren schoonmaak geweest en is vandaag alweer mee. Hè? Dat is echt ongelooflijk. Maar goed, flesje uitgekookt, alles gedaan. Ben er klaar voor. Ik hoef straks te zitten. Ja, dat komt straks te zitten. En we gaan dansen. Veel plezier. Zo, goedendag, daar was ik weer. We zijn weer wat uurtjes verder. We hebben een kindinvasie gehad met allemaal meiden en kinderen van de zwangerschapsclub. Het was heel gezellig, alleen Niels was niet echt in de opperbeste sfeer. Want hij had gewoon echt mega honger. En die wilde dus ook een schuimmuisje. Maar ik had zoiets van, ik ga niet voor al die kinderen een schuimmuisje te maken. Ze krijgen gewoon een koekje, wat Niels had met oma koekjes gebakken van de week. Dus ze kregen gewoon een koekje. Alleen Niels had gewoon heel erg honger en had vanmorgen al honger. Hij had al veel ontbijt op en gisteren ook. Gisteren had hij gewoon 3 borden havermout op met fruit en van alles en nog wat. Maar ja, soms heeft hij dat gewoon, heeft hij echt mega honger 's ochtends. En dan is het gewoon, maar goed, dat had hij dus nu ook. En dan nog een cracker gegeten, maar... Nou ja, goed, ik had gewoon zoiets, ik ga nu niet hem in zijn eentje dat geven. Toen dacht ik, nou, dan doe ik wat anders, ook fruit. Maar nou, dat, hij wilde gewoon beschuit. Maar goed, dat ging niet. Maar daardoor was hij niet echt in de opperbeste sfeer. Hij was echt een beetje hangry. Maar goed, daarna had hij zijn beschuitje gehad. Toen heeft hij heerlijk, toen ze weg waren, toen heeft hij daarna heerlijk zitten spelen. En hij was wel een beetje rebels vandaag. En na mijn dag van gisteren kon ik dat ook niet zo goed handelen. Toen op een gegeven moment ben ik met hem eventjes naar een cafeetje gegaan. En mijn moeder is bij Eli gebleven. En toen zijn wij gewoon even lekker samen gaan lunchen. Toen heeft hij gewoon alleen maar heel lief gedaan. Dus het was gewoon heel fijn. Ook voor mij gewoon eventjes gewoon dat je er ook even van kan genieten. Maar goed, Eli was dus echt wel weer heel pittig gisteren. Sowieso de afgelopen dagen. Nou, gisteren heb ik echt zelf ook vrij veel gehuild. Wat ik echt even niet meer wist.
Vorige week heb ik volgens mij wel verteld dat ze was afgevallen. Toen is ze dus afgelopen weekend bij mijn schoonouders geweest. Toen is ze dus, omdat mijn borstvoeding maar 24 uur houdbaar was buiten de vriezer. Nadat het ingevroren was geweest, heeft ze dus 2 dagen, nou eigenlijk 24 uur kunstvoeding gehad. En verder was ze redelijk relaxed. Mijn schoonmoeder heeft heel lief alles bijgehouden. En nou, het zag allemaal wel prima uit. En toen dinsdag naar het consultatiebureau geweest. En toen was ze gelukkig aangekomen. 140 gram. Dat was hartstikke goed. Nu is de vraag, blijft ze dat doen? Want ze begon dus wel weer de tweede borst te weigeren. En ze, ja, nu drinkt ze weer niet heel goed. Gisteren ook niet. Eergisteren ook niet. Dus het is nu weer een beetje van, ja, maar even kijken of ze... Ik moet dan dinsdag weer dan kijken of ze dan nog steeds aangekomen of niet. Als dat niet het geval is, dan denk ik dat ik maar moet stoppen met borstvoeding. Nu doe ik een mix. Ik doe nu deels kolven, deels voeden, deels kunstvoeding. Maar gisteren is weer echt zoveel... Het ging eigenlijk hartstikke goed, wat ik eerder ook vertelde. Maar dus ja, eigenlijk sinds nou, na het weekend dus eigenlijk niet meer. En ja, wat het is, ik weet niet het, ja, of ze dan honger heeft maar niet eet, of dat ze moe is maar niet slaapt, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval extreem frustrerend voor alle betrokkenen. Ja, en ik word er wel best wel verdrietig en hoe zeg je dat? Het ontmoedigt mij zeer. je wordt er gewoon een beetje hopeloos van. Je denkt, ja, ik weet het gewoon niet meer. Ik heb alles geprobeerd. Ik weet het niet meer. Ik krijg heel veel lieve DM's met heel veel fijne tips. En die bespreek ik ook absoluut met het consultatiebureau. Het consultatiebureau is ook fantastisch. Er is één verpleegkundige en die belt mij ook gewoon. Als ze zelf die dag niet heeft gewerkt en ik daar langs ben geweest, dan belt ze om te kijken hoe het gaat. Ze is echt super, echt heel fijn. Sven die had gistermiddag van, nou, we gaan gewoon nu het consultatiebureau bellen, want er moet gewoon iets gebeuren. En ik zei, ja, weet je, ze willen toch eerst weten of ze blijft aankomen. Ik zei, nou, bel dan even je moeder even van, hey, God honest truth, is ze echt relaxed geweest afgelopen weekend? Want ja, wij zien er totaal niet relaxed nu. Nou, mijn schoonmoeder zei, ze was echt relaxed. Natuurlijk heeft ze af en toe gehuild, maar echt niet veel, niet lang. Dus die zei ook, ja, misschien dan toch kunstvoeding doen en misschien dan niet, hè, want we moesten dus ook nu elke 3 uur voeden en dan wakker maken voor voeding. En dat was ook allemaal heel ingewikkeld, want dan lag ze net dat je er een hele strijd had om een resultaat te krijgen. En dan moest je eigenlijk alweer wakker maken en dat druiste ook in tegen al mijn gevoel. Dus die zei ook van, ja, misschien dat gewoon ook maar niet doen en gewoon ja, toch je gevoel volgen, maar wel kunstvoeding. Maar goed, ik weet gewoon niet zo goed. Het lastige is ook dat Sven nu een koortsneus heeft. Dat is hetzelfde als een koortslip. En dat is dus super gevaarlijk voor baby. Onder de 4 maanden. Dus dat houdt in dat hij eigenlijk... En ze zeggen gewoon eigenlijk niet aanraken. Niet kunnen verbinden, niet kusjes. Nou zeggen ze bij vaders wel van... Ja, weet je, dat is eigenlijk onmogelijk. Dus doe gewoon super voorzichtig en pak alles in. Zeg maar, een mondkapje of dat soort dingen. Maar... dat vind ik lastig, omdat wij alle drie echt al, zeg maar Sven, Niels en ik, zijn echt al 2 weken nu verkouden, hoesten, gedoe. En Eden krijgt er natuurlijk ook wat van mee. En lage weerstand en koortslip is niet zo heel lekker. Dus ik wil gewoon de gok niet nemen. Dus Sven mag haar gewoon niet aanhakken voor mij. En dat vindt hij eigenlijk zelf ook, want hij voelt zich er ook helemaal niet prettig bij. Want hij heeft ook zoiets van, ik ben echt als dood. Dat ik dan, weet je, straks gebeurt er iets en dat vergeef je zelf natuurlijk nooit. Maar dat houdt in dat... Ja, dat ik dat allemaal dus ook zelf noemde. Dus gisteren, ik liep hier echt huilend met haar in mijn armen door de kamer. En Sven kon mij gewoon niet helpen. Want ja, nou, vreselijk. Dus het is echt weer even pittig. Het leek de goede kant op te gaan. En nu denk ik, ja, jeetje. En dan denk ik, ja, is het al gekomen omdat ze is aangekomen. Dat dat gewoon eigenlijk, dat ze dat eigenlijk nog niet trekt. Of nou, ik weet het niet. Ik krijg volledige kortsluiting. Ik heb allerlei scenario's. Ik weet het gewoon niet. Nou, en dus het weekend kijken we even aan en dan dinsdag weer naar het consultatiebureau. En weer wegen. En wat er dan ook uitkomt, dan moet er gewoon dan een plan komen. Iemand reageerde ook over dat ze blijkbaar bij het consultatiebureau hebben. Dus ook een huilteam, zeg maar. Dus, maar het ging echt beter en dat frustreert me. Dan denk ik, maar hoe dan, weet je wel?
Volgende week gaat ze ook gewoon naar het kinderdagverblijf. Nou, dat zeg ik leuk, maar het wennen ging prima, maar ze slaapt gewoon niet. Want ze vindt, nou tenminste, ze slaapt 20 minuutjes. En ze voeden haar dus met een soort kussens ervoor, zodat ze niet afgeleid wordt. Dus ja, ze wil gewoon te veel. Dus ik heb wel besloten dat ik haar voorlopig nog niet volle dagen ga doen. Want het is gewoon echt te veel voor haar. En dan krijgen wij een volledig overprikkeld kind terug. Dus ik ga maandag denk ik 6 uurtjes proberen. Maar als dat niet goed gaat, dan ga ik ook donderdag gewoon naar nog minder uur. Ik ben voorlopig nog thuis, omdat ook mijn werk zei, nou ga jij maar eventjes een beetje bijkomen. Want ik ben echt wel redelijk lijp inmiddels. Dus ja, het is allemaal wel een beetje pittig. Ik zit ook maar weer in dit boek te lezen. In de hoop daar nog iets in te vinden wat me kan helpen. Ja, ik vertel het nu met droge ogen. Maar ik heb echt heel veel gehaald gisteren. Ik was echt helemaal klaar ermee ook. Het is zo frustrerend. Je wil zo graag dat je kindje vrolijk is. En ze is ook. Ze heeft ook echt hele vrolijke momenten hoor. Ze kan hartstikke gezellig lachen en kletsen en doen. Dus dat, weet je, dat sterk. Maar dan wel van, oké, er kan echt niet iets vreselijks met haar aan de hand zijn. Want die momenten heeft ze ook zeker. Ja, nou goed. Genoeg daarover, maar het is pittig. Laat ik het zo zeggen. Ik heb net even gevoetbald buiten met Niels. En er kwam een heel mooi kettingje binnen. Met de N van Niels en de E van Edin. Ja. Van verder en verder. Die heb ik van verjaardag gekregen van mijn schoonouders en mijn ouders. En de kleine Fruttel ligt even bij mij. Die weet even niet goed wat ze wil. Kijk, ze begint aan de achterkant kaal te worden van waar ze ligt. Die weet even niet wat ze wil. Of ze wil eigenlijk slapen, maar dat wil ze eigenlijk ook weer niet. Nu zit ze mij de shirt op te eten. Maar ze heeft geen honger. Verwarrend. En Sven is weer thuis. En ze gaan zo lekker eten. Oh, maar Niels nog even wat voorlezen. Dus ja. Goedemorgen, het is zaterdag en dit geeft aan dat het niet goed ging vanmorgen. Niels die was om 4:15 wakker. Geen idee waarom. En we hebben nu al even afgesproken dat Niels is even Sven's ding. Want ik heb natuurlijk alles met Eden nu omdat hij die kortsneus heeft. Maar ja, 4:15. En nou, we hebben dat echt nog eindeloos geprobeerd dat hij weer ging slapen. Maar het was alleen maar krijzen en doen en geen idee waarom. Dus op een gegeven moment gewoon dat Sven het om een uur of 5:45 of zo heeft hij het maar opgegeven. Heeft hij maar boeken gebracht. Maar het werd dus steeds meer blijkbaar. En om 6:50 mag hij dan zijn bed uit. Niels heeft lekker kibbeling. Vind je het lekker? Ja. Ja, hè? We hebben even boodschappen gedaan bij de Lidl. Zeg maar alles wat we dan niet bij de picknick bevragen, maar bijvoorbeeld altijd walnoten. Oh, Niels, dat is een zootje dan, hè? Zullen we ook een bordje ernaast zetten? Ja, dat is misschien goed. Überhaupt noten en zo koop ik eigenlijk al bij Lidl. En mijn chocola. Dat is, die is zo puur dat er geen lactose in zit. Ja, dus die zijn net terug. En ik lekker te slapen en even een stukje. Het is inmiddels alweer avond. De kraamvisite is weg. Mits aan het spelen met een balletje. Ik ga nu even de was opruimen. Oh, ik moet even minstens tegenhouden. Wacht even. Zo. En Murphy's Law. Niels heeft de waterpokken. Hij zit helemaal onder. Dus ja, dat is top. Dat komt er nog wel bij. Ik krijg gewoon plaatsvervangend jeuk. Maar goed. Niels, nu de nieuwste truc is dat hij dan 6 keer moet plassen. En dat was voorheen op het potje, maar nu wilde hij dat ook op de favé, zoals hij het noemt, de wc. Hij kan heel veel dingen vloeiend zeggen, maar ineens wc kan hij dan niet. Nou, maakt niet uit. Boodschappen zijn bezorgd, zijn we nog even een beetje aan het opruimen. En nu was ik vouwen.
Lekker zitten. Sorry, ik moet eigenlijk morgen de singelloop lopen. Maar die is ook nog steeds niet helemaal hersteld. Dus ik heb de vraag of ik dat ga doen. Goedemorgen deze morgen. Ja, zeg maar. Ja. Ja. Wij zijn wakker. Ik heb net één ingevoed. Ja. En we gaan zo lekker opstaan. Niels die was weer redelijk op tijd wakker. Ja. Niels was weer redelijk vroeg wakker. Hij zit echt onder de waterpokken. Er zit er één hier zo, dat helemaal zijn oog helemaal zo zit. Het ziet er echt verschrikkelijk zielig uit. Ja. En ik las dat baby's tot 3 maanden antistof van de moeder hebben. Dus het is net gewoon een grensgevalletje. Dus ik hoop heel erg dat... nou ja, dat zij het niet krijgt. Oh, verdriet. Het is nu 8 uur. Ik heb net lekker gegeten, hè? Ik heb net lekker gegeten. En ze heeft vannacht... Zo, ik ben niet zo scherp nu. Oh. Ja. Maar goed, wat ik wilde zeggen, nou, je hoort hem nu huilen, maar dat is niet vanwege de waterpokken. Maar dat hij er niet zo gelukkig niet zoveel last van lijkt te hebben. Of nog niet, maar als je krijgt gewoon al jeuk als je het ziet. Hij wilde net dat ik even bij hem kwam liggen. Dus dat heb ik gedaan, maar ik kocht er al heel mentaal, dacht ik echt. Oké, je hebt echt heel veel snot en heel veel waterpokken. Maar goed, mijn moeder wint het en de waterpokken heb ik al gehad, dus dat... Dat kan ik niet krijgen. Nou, ik ga deze dame even... Ze spuugt sinds een aantal dagen meer. Dat is heel opvallend. Voorheen spuugt ze bijna nooit. Voorheen spuugt ze eigenlijk bijna niet. Dus toen dachten we ook nog wel vanmorgen reflux. Maar sinds een paar dagen spuug je ineens, hè? Ja, lachen, Becky. En Sven zou vandaag de singelloop lopen, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen, want hij voelt volgens mij nog steeds niet topfit en hij heeft nog steeds die koortsneus, wat op zich prima kan met hardlopen, maar hij moet gewoon herstellen nu, dat is belangrijk. En dus ik weet niet of hij gaat lopen, ik denk het niet. Mama komt sowieso, die zou al komen en dan zou ik met Niels gaan kijken. En als zij bij Elin blijven, dan zou ik met Niels naar papa gaan kijken. Terwijl die gaat hardlopen, maar ik weet niet, ik vind het ook een beetje zielig voor Niels nu. Ja, weer het leven. De vlekken begonnen dus steeds, zeg maar, meer als vlekken in plaats van als waterpokken uit te zien. Oh, boertje. Toen dacht ik... Oké, dus ik zou tegen ze moeten even opzoeken, zeg maar even vergelijken of dit dan wel de waterpokken zijn. Want ik zat bij andere dingen te kijken en daar klopte het ook niet helemaal, het verhaal. Dus toen wisten we het eigenlijk niet zo goed, wat hij nou heeft. En, maar goed, hij ging net even, mijn ouders hadden even hulp nodig, tenminste mijn vader had even hulp nodig. Dus Sven en Niels gingen net even die kant op. Toen zeiden mijn ouders ook, ja, dit ziet er niet uit als waterpokken. Maar ja, wat dan wel? Dus ik had de huisartsenpost gebeld. Gewoon ook vooral, kijk dat hij dat heeft, hij is verder vrolijk en is allemaal prima. Maar ook van, kan iets kwaad voor haar? Maar goed, ze zeiden van, ja, er zijn zoveel infectieziekten, maar in principe voor haar kan het geen kwaad. Waarschijnlijk, maar goed, wel goed in de gaten houden natuurlijk. Ja, de vraag is wat hij nu heeft. Het lijkt een beetje op 5e ziekte... Maar dat is eigenlijk pas bij kinderen gemiddeld meestal tussen de 4 en 10 jaar las ik. En het is met rode wangen. Nou, hij heeft gewoon geen rode wangen.
Terwijl dat als zeg maar hoofdsymptoom staat. Dus nou, we weten het gewoon niet. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij komt zo naar huis. Hij gaat weer slapen. Ze moet even zijn bed opmaken. Maar die kleine prinses is ook net weer wakker. Dus ja, ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Ze heeft een heel leuk truitje. Ik ga het even laten zien. Dat is een kleedje. Dat is een kleedje. Dit is de boordkamer, hè? Dit is van Bes. Oh la la, staat erop. Oh la la. Oh la la. En dan een leggingetje van Gap. En sokkies. Ik moet even de stof nog aan. Ik heb echt net uit bed gehaald. Het was nog niet helemaal tijd. Maar ik denk, dan ga ik even met haar wandelen. Maar dan ga ik eerst even zijn bed opmaken. Zodat als hij zo thuis komt, dat hij niet van naar bed kan. Dus, maar goed, dan moet ik even kijken hoe ik dat met de prinses erbij ga doen. Ik denk niet dat ze nu alleen daar liggen. Ik ga ook niet begonnen. Nou, ik kan even een kleedje leggen. Nou ja, dus dat. Dus ja, we weten even niet wat hij heeft. Ook nog wel bij. Nou, Ede ligt hier eventjes gezellig naast mij in het nestje. Dan ga ik even het bed opmaken. Ik ga zo even naar Kruidvat, want ik heb een fotoboek gemaakt van Zeeland. Als cadeautje voor mijn ouders. Ik heb er ook eentje voor onszelf, hoor. Maar ook als cadeautje voor mijn ouders. Omdat die ons natuurlijk mee hadden genomen. Het is natuurlijk wel leuk. Heel veel foto's van hun samen met Niels en Telen. Dus dat wil ik zo even ophalen. Mijn moeder komt straks nog even langs. Die gaat dan denk ik even wandelen met Elin, omdat nou, dat zou Sven trouwens ook nog wel kunnen doen, wandelen met hem, want dan hoeft hij er niet per se aan te raken. Maar ja, dat is altijd een beetje lastig, want zijn koortsneus is nog steeds niet over. Het is echt ongelooflijk waar we allemaal mee te dealen hebben. Het is echt Murphy's Law gewoon, het is niet te geloven. Maar ja, en Elin gaat dus morgen weer naar het kinderdagverblijf. En Niels eigenlijk ook, ik weet eigenlijk niet of het mag, wat hij nu heeft. Ja, ze zullen wel vragen, wat heeft hij dan? Ja, ik heb geen flauw idee. Iets met vlekken, maar hij heeft geen koorts. En hij is verder gewoon vrolijk. Maar ja, we weten het allemaal niet, hè, meis. Nou, de dag liep wat anders dan gepland. Want nadat Niels van mijn ouders kwam, heeft hij hier gewoon geslapen. Maar hij bleef eigenlijk vrij lang slapen. Een paar keer naartoe gegaan, maar hij wilde niet opstaan. Hij was wel aanspreekbaar. Maar we zagen ook dat zijn lippen opzwelden. En nou, zijn voeten vond ik al. Nu waren het ook zijn handen en alles. Dus toch nog een keer naar huis als postbeeld. Ze hebben we toch even zien. Dus we zijn er net heen geweest. En het is dus een van de allergische reactie. Ze zegt, dat kan ook voor alles zijn. Wij spreken dat je langs een geverfde muur loopt waar je niet tegen kan, een bepaald stofje kan. Maar hij heeft gewoon ergens een reactie. Echt, nou ja, all over the place. Ja, ik ga hem natuurlijk niet in beeld brengen nu. Dus we hebben iets gekregen wat er tegen helpt. En nou ja, goed, hij is gelukkig wel. Hij is wel hangerig, maar hij is verder wel vrolijk. Dus ja, nou ja, dat was onze zondag. Ik heb echt zo weinig gevolgd dit weekend. Behalve mijn privéfeest. Maar goed, hij heeft een spulletje nu en hij heeft nu een ijsje. Want het was eventjes een onderhandeling om überhaupt mee naar de dokter te krijgen. Ik denk ook, ja, weet je, hij heeft veel te weinig gedronken. Dus waterijsje, ook vocht, zullen we maar zeggen. Dus mama is ons even bij Eli gebleven. En nu gaan we zo eten. Chaos dit weekend, chaos. Nou, we eten meteen een receptje van Newborn Fit Mama. De pulled chicken. Het is zeg maar zo'n moment op de dag. Goedemorgen trouwens, het is maandagmiddag. Op zo'n moment op de dag dat je beseft, hé, het is 1:15. Maar volgens mij heb ik mijn tanden helemaal niet gepoetst. Ja, het was zo'n ochtend. Ik ben gisteren helemaal vergeten afsluiten, dus dat dacht ik, ga ik nu nog eventjes doen. Niels heeft gelukkig heel goed geslapen vannacht. Ik moet wel zeggen dat je als ouders een beetje panisch bent. Dat je denkt, ja, weet je, straks valt ook zijn kilp of zo. Maar goed, ik ging ervan uit dat, aangezien die arts daar niks over heeft gezegd, dat niet kan of zo gebeuren, weet ik niet. Maar die werd vanmorgen wakker en wilde enthousiast uit bed stappen. En toen
sprong hij huilend terug, want zat er dus ook zo'n enorme plek op zijn voet. Dus toen kon hij niet lopen. Maar hij is dus naar mijn ouders toe. Elin naar het kinderdagverblijf, maar het was dus een beetje een hectische ochtend. Want ik wilde Elin eerst nog één goede slaap hier laten doen en nog één keer voeden en pas dan naar het kinderdagverblijf. En ondertussen was Niels dus een beetje verdrietig. Maar op zich was hij verder wel vrolijk, maar hij kon gewoon niet lopen. Dus nou, het was een beetje een gedoetje. Maar op een gegeven moment heb ik hem gewoon lekker naast mij, toen ik Elin aan het voeden was, lekker naast mij gezet op de bank. Mocht hij Paw Patrol kijken en heb ik Elin gevoed. En toen kwam mijn vader hem heel lief ophalen. En daarna heb ik Elin in bed gelegd en vervolgens nog een keer gevoed. En eigenlijk in dag 5 gewacht, waar ze natuurlijk een voorbeeldig kindje is, wat heel veel lacht. Dus dat is heel goed, dus dat is heel fijn. En ik ga nu sporten. En daarna naar de fysio. Na de fysio mag ik niet meer sporten, want dan gaat me kraken. Dus ik ga nu sporten. En ga ik een filmpje van Newborn Fit Mama testen, een workout. Want ik denk dat ik dat maar eens gewoon ga proberen. Ik mag bepaalde dingen niet, maar ik weet nu wat wel niet mag. Dus ik ga het gewoon proberen. En nou ja, dan ga ik naar de fysio naar huis. En dan ga ik op een gegeven moment de kleine prinses weer ophalen. En nog even overleggen of Niels bij mijn ouders eet. Of hier, dat kijken we nog even. Maar in ieder geval komt hij daarna gewoon lekker naar huis. En hoop dat hij zich snel beter voelt. Dus ja, ik ga aan de sport. Ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe video. Of misschien moest ik bij een extra video. Ik weet niet wel of die online komt. Ik weet dat ik er morgen een ga opnemen. Maar die komt volgens mij niet dan die woensdag online. Nou, dus jullie zien het vanzelf. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!